Het was een bijzonder feestje in het Parktheater. De Brabantse sporters die meedoen met de Olympische Spelen werden uitgezwaaid. Samen met alle vrijwilligers die zich inzetten voor de sporters konden ze kijken naar een show. En daarna ging de blik vooruit op Rio. Ja, dat is geweldig natuurlijk. Ik bedoel, hier heb ik 13 jaar op gewacht. En ja, laat zeggen, een aantal keren is het dan niet gelukt vanwege kwalificatie-eisen. En ja, nu ziet het eruit dat het er toch gaat lukken. Dus als ik gewoon fit blijf, dan ga ik naar Rio eindelijk. Ja. Maar ook voor degene die haast kind aan huis zijn op de Olympische Spelen, blijft het bijzonder. Nou ja, ik heb het al 2 keer mogen meemaken en het is natuurlijk fantastisch om er nu voor de 3e keer bij te zijn. Dat is steeds spannend, het is heel bijzonder. Het is het allerhoogste wat je kunt bereiken als sporter. En om daarbij te zijn, dat is fantastisch. Ja, hoewel er natuurlijk ook wel druk bij komt kijken, want het moet dan wel even gebeuren. En dus staat alles wat deze sportmannen en sportvrouwen doen in het teken van de Olympische Spelen. Alles om maar een zo goed mogelijk resultaat neer te kunnen zetten straks in Rio de Janeiro. Elke beslissing die je maakt, van je ontbijt tot hoe laat je opstaat, welk ontbijt je eet, welke trainingen je vandaag afwerkt, hoe laat je weer naar bed gaat, welke rust je neemt. Eigenlijk staat elke minuut van de dag in het teken van Rio. Ik wil graag mijn beste schermen laten zien. En kijk, met mijn onderdeel doen er 38 mee, waarvan er 32 een medaille kunnen winnen. Ja, en als je als Europeaan je weet te kwalificeren voor de Spelen, dat is al ontzettend moeilijk. Dan doe je daar zeker mee voor de medailles, dus daar kom ik voor. En dat geldt voor iedereen. Olympisch eremetaal, dat is het doel. We gaan voor de medailles, dat is duidelijk. We zijn met een team van 4. Ja, we moeten het samen gaan doen en voor Nederland proberen wij de eer hoog te houden. Ja, het is, in het ringturnen zit het altijd heel erg dicht bij elkaar. Ik zal altijd voor die gouden plak strijden. Ja, en het ziet er gewoon goed uit. Ik bedoel, ik heb tot nu toe op EK's en WK's nog geen finale gemist. Vorige week het EK geturnd, 3e score neergezet, 4e plek. Ja, dat is dan zonde, 4e plek, dat wil je niet als sporter. Maar laten we zeggen, ik ben nog steeds klimmende en ik sta er gewoon goed voor. Dus ik zal altijd voor de medailles blijven gaan. Voor nu zijn de sporters uitgezwaaid. Vanaf 5 augustus mag er geduimd worden. Dan beginnen de Olympische Spelen in Rio de Janeiro.